We gaan het hebben over genealogie. Mooi woord voor op je scrabblebord, maar wat is dat nou? Nou, iemand die er van alles van weet is Peer Thijssen. Peer, kun je eens uitleggen, wat betekent dat? Genealogie is voor veel mensen een moeilijk woord. Vandaar dat ik stamboomonderzoek liever gebruik. En wat wil dat zeggen om na te gaan om erachter te komen wat je voorouders, waar ze vandaan komen, eventueel hoe dat ze geleefd hebben en waar dat ze geleefd hebben. Dus je hoeft niet geniaal te zijn, hè? Dat zit een beetje in het woord genealogie, om een stamboomonderzoek te doen. Hoe lang doe je dat al? Ik ben er nu 22 jaar mee bezig. Ik ben 22 jaar terug ben ik gestopt met een nevenactiviteit. Zodoende kreeg ik meer tijd en de interesse in het verleden. Dat heeft me altijd aangetrokken gehad. En daar ben ik toen verder gaan uitzoeken. Wat is er nou zo leuk aan? Ik zat me te bedenken dat je moet wel een beetje een boekenworm zijn, begrijp me niet verkeerd, maar het is een hoop uitpluiswerk, hè? Ja, het is heel veel opzoeken en toen ik begon, toen was er nog heel weinig digitaal. Op het moment hebben we voor het heel veel archieven die bijna alles digitaal hebben. Toen ik begonnen ben, ben ik naar Zutphen geweest, ik ben over Flakkee geweest, ik ben naar Den Haag geweest en dan de archieven in Tilburg en Eindhoven. En daar kon je toen wel kopies van krijgen, maar nu op het moment is praktisch alles digitaal. Zijn al die archieven toegankelijk of kun je er maar zo naar binnen wandelen? Of? De toegankelijkheid van de archieven die zijn allemaal minder geworden. De streekarchieven die zijn meer gesloten. Voorheen was dat die ook nog een avondopenstelling had. Iedere woensdagavond zat ik in Eindhoven, want er was een openstelling. En nu op het moment moet er blij zijn, als je in Tilburg en Eindhoven, dat je daar nog terecht kunt. En de nationale archieven in Den Haag, die zijn wel heel de dag toegankelijk. Maar als je ergens naar een archief wilt, dan is het wel raadzaam om te informeren van wanneer zijn ze open. Ja. Heb je zo lang over je eigen stamboom gedaan of ben je met anderen ook bezig? Want nou, dan is het wel een hele pittige hobby, toch? Jawel, het is een pittige hobby, maar je hebt mensen die gewoon recht naar beneden gaan. Dus ouders op ouders. Dus een kwartierstaat, zullen we die dan noemen. Maar ik ben degene die het ook in de breedte doet. Dus ook de vrouwelijke kant. En ook daar weer van. Dus ik ga wel in de breedte. Maar ik heb ondertussen ook heel veel buiten mijn familie om. Zou ik eventueel een kwartierstaart van kunnen maken? Omdat ik alles bij elkaar zoek. Het is oneindig. Je raakt nooit niet klaar. Maar wat is een kwartierstaart? Want dat is een woord die staat nog niet in mijn woordenboek. Dat is toch vrij makkelijk. Want je begint bij jezelf. Dan je ouders. Dan de ouders van je ouders. En dan de ouders weer van die, van je grootouders. En zo kun je verder teruggaan. Maar dan pak je alleen de ouders. Dus dan niet broers, zussen of ooms, tante, gewoon alleen de ouders op ouders. Okay. Dus het verdubbelt iedere keer. Je begint bij één en je kunt eindigen bij. Vul maar in. Ja, vul maar in. Ja. Zeg maar, in aantallen, hoeveel heb je er gemaakt, denk je, zo de afgelopen 21 jaar? Nou, de kwartierstaat die heb ik voor mezelf dan. Van mijn ouders heb ik hem. En ik heb hem van mijn schoonouders. Verder heb ik wel heel veel gegevens in mijn systeem zitten. Dat ik meerdere kwartierstaten zou kunnen maken. Of eventueel met een kleine aanvulling. Tot hoever kun je eigenlijk terugkijken? Want er zijn natuurlijk mensen hebben het over 1500, 1600, weet ik veel wat. En dat is vanaf 1811 hebben we de gemeentelijke archieven.
En van die tijd af wordt het ook goed bijgehouden, buiten schrijffouten om natuurlijk. Die blijven we altijd houden. Maar dan wordt ook vermeld bij eventueel bij een akte wie de ouders zijn, wie eventueel de grootouders zijn. En voor 1800 dan zitten we, of voor 1810 dan zitten we bij de doop- en begrafenisboeken. Doop-, trouw- en begrafenisboeken. En dan is, zijn we heel veel overgeleverd aan de willekeur van de pastoor. Hoe goed dat die opschreef. En dan is het voor 1700 zit er best veel natte vingerwerk bij om het zeker te weten. Tenzij je een welgestelde familie hebt, dat er heel veel notariële akten zijn. Maar dat wil ook zeggen dat je heel veel notariële akten in het oudschrift moet lezen dan. Hmm. Dus eigenlijk, als je voor 1810 zei je, ja. Dan wordt het pas echt lastig. Ja, dan wordt het lastig. En dan is het aanneembaar dat het zo gegaan is? Of? Na 1810 kun je nog ooit terughalen. Dus als je in 1815 een huwelijk hebt, dan kan je daar nog terughalen. Mm-hmm. De ouders staan er sowieso bij. Maar dat wil ook ooit zijn, als de ouders overleden zijn, dan staan er de grootouders ook bij. Dus dan heb je de ouders en de grootouders. En dan zit je wel aan begin 1700. Ja. En dat moet je als aannemen dat dat correct is. Hm. Maar anders zitten heel veel met op actes die voor 1750 verleden zijn eigenlijk. Zitten heel veel mee actes te kijken van wie zijn de getuigen. Zou dat een broer of een zus kunnen zijn of een schoonbroer. Of, daar moet je dan heel veel in gaan zoeken. Hm. En denken dat dat waar is. Ja, de naamveranderingen die hebben we ook wel, maar die ontstaan door schrijffouten. Ja, ja. En mensen die een plaatsnaam als achternaam hebben, heeft dat een betekenis? Ben je dat wel eens tegengekomen of zo? Ik noem wat Johan van Zutphen. Dat wordt heel makkelijk verwezen naar de plaatsnaam dan, maar of dat het waar is, die ben ik in mijn stamboomgegevens niet tegengekomen, ook niet uitgezocht. Oké. Okay. Oh, dat is een heel gedoe, Peer. Ik dacht van nou, we schrijven even op wie waar geboren is en wie's familie, maar daar ben je dus zomaar niet mee klaar. Nee. En vandaar heb ik daar een leerprogramma in elkaar gezet. Oh. Ik wil de mensen daarin helpen die eventueel zelf de stamboom willen gaan maken, om ze handvaten te geven van hoe en waar kan ik iets vinden. Wat zijn de manieren om het zo goed mogelijk te noteren, want dat is wel heel voornaam dat je ook meteen noteert waar dat je het gezocht hebt. En daar wil ik de mensen mee helpen. En ik wil eventueel ook wel een kwartierstaat maken. Maar het leuke er is van dat de mensen het zelf doen, dat ze ondervinden wat dat is. En iedereen die ermee bezig is, die zegt van, daar kan ik niet mee stoppen. Ja, het is interessant. We zeiden in het begin al tegen elkaar. Het is natuurlijk niet te hopen dat we nog een keer zo'n pandemie over ons heen krijgen. Maar het is wel uitstekende hobby als je binnen moet blijven en niks te doen hebt. Ja. Ja. Oké, okay, je zei je hebt een hulpmodel gemaakt. Je wil eventueel de mensen helpen. Hoe? Kunnen ze zich bij jou melden? Ze kunnen ze bij mij melden. Ik kan eventueel naar de mensen toekomen. Dat ze zelf op hun eigen pc of laptop ook wat op kunnen zoeken. Dat ik ze kan laten zien hoe zoeken. Maar de mogelijkheid is ook om bij mij aan huis en dat ik eruit uitleg. En het leerprogramma, daar heb ik op schrift staan. Dus daar kunnen ze mee aan de gang. En dan ben ik gewoon altijd bereid om de mensen verder te helpen. Ik vind het zelf een heel mooie hobby. Ik ben er heel veel mee bezig ook. En ik weet uit ervaring dat de mensen die ermee aan de slag zijn,
dat die daar ook echt heel veel en serieus mee bezig zijn. Ja, ik kan me voorstellen. Het lijkt me dat we je e-mailadres zo meteen onder een beeld even laten zien, dat mensen je kunnen bereiken als ze hulp nodig hebben. En ja. Ik vind het, als ik zeg heel erg interessant, is misschien wel zwak uitgedrukt. En ik heb er wel plannen om daar eens wat meer in te gaan snuffelen, Peer. Bedankt voor al deze toelichting en nog heel veel succes en plezier in het graven, in het graafwerk. Ja, vooral plezier. Ja. En dat heb ik erin. Oké, dankjewel. Ja, bedankt.